Typisch een luie woensdag. Echt. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik ben net wakker. Het is nu rond 9:30. Quinty heeft lekker bij mij geslapen, die is nu ook wakker. En oh my god. En ja, ik vind mijn sokken vind ik echt heel gaaf. Kijk. Leger print. Oh my god. Superleuk. En ik ga zo meteen boodschappen doen. En we gaan vandaag een filmdagje houden. Dus we gaan alleen maar films kijken. Echt die nostalgische films van High School Musical tot Camp Rock tot aan geen idee. En dat ga ik voor jullie vastleggen. Ik ga zo meteen eerst naar de supermarkt om lekker snacks te halen. En dan gaan we eerst omkleden. In mijn Joyce boek. Inmiddels ben ik buiten en dit is mijn outfit. Deze shirt van Forever 21 met Elite erop. Mijn broek komt van de Bershka fans. En ik heb deze tas mee van de drie gaafjes. Ik ga nu lekker naar de Albert Heijn. Oh, trouwens, bril komt van geen idee waar deze bril van komt. En ik ga nu naar de Albert Heijn. Yay! Oké, inmiddels ben ik weer thuis. Ik ben dus nu de vlog aan het kijken van Masha en Gregor. En in deze vlog, ze zijn nu op huwelijksreis naar Amerika. En dit is dag 2 en ze gaan roadtrippen of zo. En hier zijn ze dus in Las Vegas. En ik vind de vlogs vind ik echt heel gaaf. Nou, dan moet hij het wat doen. We slapen dus bij Treasure Island en ik heb die geboekt puur om dit. Foefje is helemaal, ja, die is helemaal Marvel fan en ze hebben dus een mega Marvel expeditie. We hadden even niet door dat het ook betekent dat er heel veel kinderen slapen. Het is echt een familiehotel, maar dat maakt ook niet uit. Ja, wij zijn het kind van binnen, dus ja. Ik ook, dat regent niet meer. Oké, inmiddels is het al 11:45. Ik ga lekker in bad zitten, super zin in. En daarna ga ik met mijn zusje lekker film kijken. Dus dat was super leuk en ik heb straks een afspraak. Dus daar ga ik zo heen, daar ga ik niet vloggen of dergelijke. Gewoon best wel een belangrijke afspraak en niet iets heel ergs. Maar goed, ik ga nu lekker in een badje zitten. En dan ga ik even lekker van genieten. Dus ik spreek jullie zo in. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later. Het is nu rond, even kijken, bijna 2:00. En ik heb net mijn vlogje online gezet. En ik ga zo meteen hier mijn kamer even opruimen, want het is weer een bende letterlijk. Overal ligt kleding. Echt heel erg hinderlijk. Op een gegeven moment zie je gewoon door het boom het bos niet meer. En dus dat, ik ga zo meteen de vlogs monteren. Dat moet ik ook nog doen. En even kijken voor een extra video, maar ik weet nog niet wat. Dus dat een beetje. En voor de rest is het hoofdzaak even kleding opruimen en even kijken wat ik mee wil gaan nemen op vakantie. Dat een beetje uit gaan zoeken. En dat al een beetje niet gaan inpakken, want ik ga nog lang niet op vakantie. Maar ik bedoel, ja, weet je, het is gewoon best wel moeilijk om te kijken van oké, dat wil ik meenemen. En dat wil ik ook meenemen. Dit hemdje zit echt heel erg laag, wacht. Oké. Dus ik ga dat even een beetje uitzoeken. En ik heb net gedanst. Dit shirt had ik aan. Heb ik om mijn middel geknoopt. Om mijn middel heen geknoopt. En vandaag om 4:00 staat er een nieuwe vlog online van Hello August. Superleuk! Oh, en ik ben echt dol op mijn nieuwe armbandjes van de H&M. Superleuk. En die heb ik in de shop laten zien. En die draag ik nu gewoon. En weet ik wat. Dus kleding opruimen. Daarna vlog editen. Daarna. Weet niet meer wat ik moest doen. En dan lekker benen in de lucht. Lekker benen in de lucht. Oh, en I love my new socks. Benen in de lucht. En benen op de bank. Nee, benen lekker op bed. En dan ga ik lekker film kijken. Daar heb ik super veel zin in. Dus dat. Ik hoop dat jullie trouwens mijn daily vlogs leuk vinden tot nu toe. Ik vind het in ieder geval wel erg leuk om op te nemen. En ja,
Ik heb zoveel zin in vrijdag. Vrijdag zie ik Cindy weer. Dan ben ik herenigd met Cindy. Yay. En Tim en Jamira, want gaan we wat leuks doen. Normaal gaat Ines mee, maar Ines is op vakantie. Dus dus die kon helaas niet mee. Maar Cindy gaat haar eventjes vervangen. Trouwens, ik doe weer eventjes een poll. Hoe vaak ben jij gaan snowboarden? Ik... 2 keer nu? 1 keer ben ik gaan snowboarden. Oké. Of ben jij een ski- of snowboard persoon in de poll? Ik hou even van vloggen. Oh my god. Ik ben hier al bijna 3 minuten aan het lullen. My god, het duurt echt kapot lang. Dus ik ga lekker vlogs editen en dan spreek je die zo. Oké, inmiddels is het alweer 5 uur. En ik heb net een middagdutje gedaan van echt 1,5 uur of zo. Ik werd om 4:30 wakker. En toen ben ik vlogs gaan kijken in bed. Want Chris heeft een nieuwe vlog geüpload. En Hello August heeft een vlog geüpload. Die heb ik gekeken. En ik ga zo meteen mijn laptop erbij pakken. En dan ga ik lekker de vlog editen. Niet deze vlog, maar een andere vlog. En even mijn to-do-lijstje afvinken. Want het is nu al woensdag. En ik heb best wel veel gedaan. Ik heb ook precies gezet welke dag welke vlog online komt. Voor een reminder. Want dan weet ik precies, oké, die vlog komt die dag online. En vooral met vooruitwerken is dat wel handig. Dus dat. En voor de rest heb ik heel weinig gedaan vandaag eigenlijk. Een beetje gechilled, een beetje gegeten. En een beetje series gekeken, vlogs gekeken. Typisch een luie woensdag. Echt, ik zweer het. Normaal heb ik deze dagen altijd op zondag. Omdat ik op zondag meestal iets luis ga doen. Maar nu heb ik echt zo'n luie woensdag. Echt, die afspraak waar ik moest zijn, die ging helaas niet meer door. Last minute. Wel jammer, maar ja, kon ik wel mijn middagdutje doen. En het is buiten best wel... op zich is het wel lekker weer. Dus ik heb trouwens wel een productief ochtendje gehad. Ik ben naar de Albert Heijn gefietst, naar de Coop Bank gefietst. Om eventjes boodschapjes te doen voor mijn moeder. En dat was het. Dus ik ga nu de vlog monteren. En even mijn zakelijke dingetjes doen. En dan... Oké, inmiddels is het alweer 6:30. En ik heb een vlogje geëdit. Deze van dat ik ging snowboarden. En hier heb ik dan mijn to-do-list. En dan ga ik zeg maar hier nog een vakje maken. En hier nog een vakje maken. 1, 3. Dit ging niet meer door. Deze heb ik nu geëdit. Dit is geëdit. Daar ben ik nu mee bezig. Oké. Dit wordt dus de vlog die jullie 1 augustus hebben gezien. Dus eergisteren hebben jullie deden de vlogje zien. Met mij en Jamira. Oké, het is nu 10:00. En ik heb heel weinig gevlogd, denk ik. Ik ga het zo meteen wel zien bij het monteren. Ervan. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga het lekker morgen op mijn gemakje doen. Kijk, het is nu 10:00. Het is nu 10:00. En ik ga zo meteen lekker naar beneden toe. Even wat drinken. Even nog wat eten. Want ik heb best wel honger. En echt, jongens. Als je in de Albert Heijn bent, koop deze chocomel. Echt super lekker. Trouwens, ik heb mijn spa op. En deze heb ik in de vorige vlog laten zien. Dit is een spa duo. In de smaak strawberry watermelon. En ik vind hem echt heel erg lekker. Hij is echt super goed en lekker betaalbaar. Voor zo'n fles betaal je 1,50. 1,52 geloof ik. En ik jammer dat ze bij mijn Albert Heijn deze niet hebben. Maar ze hebben hem alleen maar bij de Jumbo. En de Jumbo zit in de stad. En daar ben ik wel blij mee. Want ik had hem überhaupt wel halen. En als deze op is, hij zal opkijken. Wil ik wel even 2 nieuwe gaan halen, omdat deze zo lekker is. En dus ik denk dat ik, voordat ik naar vrijdag ga, zeg maar, dat ik weer ga naar de Uithof, ga ik even 2 flessen inslaan, want ik vind deze zo ontzettend lekker. Dus dat,
ja, ik ga bij deze ook lekker de vlog afsluiten. Vond je deze vlog nou leuk? Doe je duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet me zeker niet te volgen op social media, Twitter, Instagram en Snapchat. En even iets heel anders. Ik zie dat heel veel mensen nog niet geabonneerd zijn. Ben je nog niet geabonneerd en wil je bij deze fantastische familie horen? Ga dan zeker eventjes op de abonneerknop hieronder drukken. Het is compleet gratis en het kost je dus totaal niks. En dan ben je up-to-date voor mijn nieuwe video's, voor mijn nieuwe vlogs. En dan komen binnenkort hele leuke vakantievlogs aan. Dus ga die ook even kijken. Die staan nog niet online als je deze vlog ziet. Maar die komen zeker online. En ja, dan zeg ik bij deze bye bye en tot de volgende vlog.